Het NK Autocross wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Promotex, promotionele producten en textiel, Ton van Leeuwen snijwerken en de Italiaanse Meren, camping en recreatiecentrum. Welkom bij het Eurol VK Nederlands Kampioenschap Autocross. Maar liefst 3 weken en niet minder dan 250 kilometer zaten er tussen het eerste evenement op Pieterzijl en ronde 2 op het Limburgse Veulen. Een wereld van verschil, want in plaats van de Groningse klei ligt er nu een mulle, lastige, zware zandbaan op de deelnemers te wachten. En dat zorgt ervoor dat de coureurs hun handen vol gaan hebben om via de 3 voorrondes de finales te bereiken. De concurrentie is van nature altijd al zwaar in het Nederlands kampioenschap autocross en vandaag zijn de omstandigheden dat ook. De baan is vrij zwaar. De eerste bocht was redelijk hard, dus daar kon je wel goed in. De rest van de baan was vrij zware ondergrond. En lengte, ik vind het wat aan de korte kant, dat is 585 meter. Had voor mij iets langer gemogen, want dan hou je wat meer ruimte voor inhalacties, omdat het veld wat uit elkaar getrokken wordt. Maar op zich ging goed en mooi breed, dat is wel altijd lekker. En bij een andere ondergrond horen ook een ander soort banden. Ja, je wil, op de klei wil je een harde band hebben. Die een breed loopvlak hebt, omdat je op het harde gedeelte zit van de baan. En daar je grip mee creëren. En een zandbaan is behoorlijk los, dus je wil grove noppen, zodat je naar het harde deel van de baan kan graven, als het ware. En niet te veel, want dan ga je te diep. En dat is eigenlijk het verschil. Maar ook wanneer je zandbanden kiest, heb je nog steeds meerdere opties. Dit zijn de 4-rij zandbanden. Die zijn vrij smal en die hebben een goede start. Daarvoor had ik ze eigenlijk net in eerste mans er ook onder zitten. Alleen op de baan trekt hij daar erg zwaar mee. Dit zijn de 5-rij zandbanden. Gaat hij wat makkelijker over de losse rotzooi heen. En alleen je start is iets slechter en daardoor monteer ik ze liefst niet. Dit is het beadlock systeem wat ik heb. Ik heb even een stuk open geslepen zodat ik kan zien wat er gebeurt. Hier zit als het ware een binnenband in. Dat is dit ventiel. En dit is het andere ventiel en die zorgt er eigenlijk voor via een flappie dat er een luchtdruk boven de band kan ontstaan. En dat is eigenlijk de band waarmee de luchtdruk waarmee de band met de baan communiceert. Dus die kan je tot een lage spanning brengen om daar grip mee te creëren. En hij blijft er alle tijden op zitten doordat deze binnenband eigenlijk de hielen van de band op de velg blijft drukken. En dat is, werkt super. Chris Wagenaar heeft dus de bandenkeuze uitstekend voor elkaar. Maar door versnellingsbakproblemen haalt hij de finale niet. Start van de eerste finale die van de sprint 2000 klasse. Een hele slechte start voor de man op pole position. Huub Jansen rechts in beeld valt helemaal terug. Een topstart voor Jan-Willem van Eerde. Komt vanuit het midden van de eerste rij en hij neemt de leiding. Daarachter is het dringen geblazen. Let achter in beeld op Pieter Poelstra en Pieter Mennes raken elkaar. En beide mannen gelijk uit de wedstrijd. Dat is een probleem, want die auto's zouden de hele wedstrijd daar blijven staan. Wouter van Vught op de tweede plek belandt heel even in de greppel en dat zet de deur open voor Ronald Akkermans. Die felgeel en groene machine komt aan de binnenkant er langs, geeft elkaar heel weinig ruimte. En Akkermans kan niet zijn ideale lijn rijden, verliest wat snelheid bij het uitkomen van de bocht en dus kan Wouter van Vught aanhaken. Hier een klein foutje van Ronald Akkermans en dan gaat het helemaal mis voor Van Vught. Die kon eigenlijk nergens heen en gaat achterstevoren, verliest daar heel veel plekken mee. Akkermans kan door en sluit gewoon aan bij Jan-Willem van Eerde. Het gevecht om de leiding in deze wedstrijd. Derde plek voor Leonard van der Ven. Akkermans die het weer aan de binnenkant probeert. Maar er is gewoon geen grip hier in het Limburgse Veulen. En dus blijft van Eerde aan de leiding. Moeten daar nog wel even uitwijken voor die 2 gestrande auto's. Maar van Eerde, geen enkel probleem hoor. Van start tot finish. Leider in de sprint 2 liter klasse. Oh, het voelt natuurlijk altijd prettig als je wint, als het makkelijk staat. En in een andermans auto, ja, het is even wennen. Ik had wel een buurtcross voor dit gereden. Het was niet helemaal, ik helemaal koud in kwam. Maar voor een NK, het ging lekker. Ik had, het staat er goed weg in de finale en dat scheelt te veel. Instappen in de autocross doe je niet zomaar. Voordat je mag gaan racen moet je toch eerst nog even een alcoholcontrole afleggen. En dat zien we tegenwoordig internationaal steeds meer navolging krijgen. Goed initiatief van de organisatie. De man die hier wordt getest is Erwin Brederland. Dit is zijn broer, Peter. Met de startnummer 606 met de Suzuki was hij de winnaar van de eerste ronde in Pieterzijl. En dat natuurlijk in de hoogste klasse bij de productiewagens, de tourwagenklasse. Het is een Suzuki Baleno. En in het reglement staat dat het aantal cilinders en het merk motor gelijk moet blijven aan de auto. En we hebben een motor van een Suzuki Hayabusa erin, een 1300cc.
Daar zijn we een paar jaar geleden mee begonnen. En vanaf vorig jaar zijn we begonnen met een 1300 cc met een turbo erop. En dat gaat dit jaar eindelijk goed. Vorig jaar veel problemen gehad met de aandrijflijn, maar nu gaat dat goed. Ja, toch bijzonder hoor, deze vierwielaandrijving waarbij de achterwielen worden aangedreven door kettingen. Na een wedstrijd doen we altijd de kettingen uitblazen voor het stof en het zand wat eraan hangt. Doen we de wielen draaien en dan met de luchtslang tussen de ketting door. En dan daarna weer smeren, anders loopt het veel te droog. En uiteindelijk gaat het helemaal goed hoor voor Peter Brederland. Na 3 voorrondes bereikt hij zonder problemen de finale en mag hij vanaf de eerste rij starten. Dat geldt niet voor zijn broer Erwin Brederland, want hij komt tijdens een van de voorrondes in aanraking met Ronnie Vetketel. Beide halen de finale wel, maar dat geldt niet voor regerend kampioen Ton van Leeuwen. Parkeert hier de Mitsubishi Lancer Evo met motorische problemen vlak na de tweede voorronde en is er dus niet bij de start van de grote finale. En vanuit de auto van Erik van der Valk, de Renault Clio V6, zien we helemaal aan de binnenkant Peter Brederland starten. Maar zijn start is helemaal niet zo goed hoor. Jos Hendricks is namelijk als beste weg met de Porsche helemaal in het midden van het beeld. En hij pakt hier de leiding. Maar hij is niet de enige met een goede start hoor. Want Piet van Dijk met die lichtblauwe Honda Civic pakt de tweede plek. Aan de binnenkant is het heel erg krap hoor in die tweede bocht. En zien we hoe Robin Bouwman Erik van der Valk afsnijdt. Terwijl Peter Brederland aansluit op die vijfde plek. Is het Piet van Dijk die de nieuwe leider is in de wedstrijd? Gaat aan de buitenkant voorbij aan Jos Hendricks. En Hendricks heeft het met de grote Porsche toch wel zwaar. Ondanks die hele sterke start. Aan de binnenkant bij Erik van der Valk. Brederland er voorbij. Peter Brederland wel te verstaan. Maar zijn broer Erwin ligt nu vlak achter Erik van der Valk. Jos Hendricks geeft voorlopig niet op. Maar zijn wedstrijd komt al snel ten einde. Problemen met de Porsche zorgen ervoor dat hij uiteindelijk uitvalt. Ook zijn er problemen voor Robin Bouwman. Valt ook terug, wat betekent dat dit gevecht tussen Erik van der Valk en Erwin Brederland in één keer om de derde plek gaat. En dat weten ze hoor. Alles op alles wordt gezet om die derde plek te bemachtigen. Erwin Brederland wil natuurlijk naar dat podium. Doet er alles aan hoor. Vanuit de auto van Erik van der Valk goed te zien. De achterklep die zelfs opengereden wordt. En dan verliest de Renault Clio wat momentum. En is Erwin Brederland er voorbij. Vooraan het gevecht om de leiding tussen Piet van Dijk en Peter Brederland. En ook dat gaat niet zonder slag of stoot. Want Peter Brederland wordt daar toch wel redelijk bruut te pas afgesneden door Piet van Dijk. Brederland krijgt hier een duw en wordt de aardewal ingeduwd. En het is al in een van de allerlaatste rondes van de wedstrijd. En dus heeft Brederland geen kans meer om Piet van Dijk nog voorbij te steken. Allereerste Nederlands kampioenschapsoverwinning ooit voor Piet van Dijk. Maar de manier waarop, daar werd nog lang over nagesproken na deze finale. Daar was hij niet blij mee dat ik die actie deed, maar in mijn ogen vond ik het een nette finale. Ik heb het lekker gereden en dat zat ik in mee. Zit ook wel eens tegen, dus ja, ik zal zeggen, geef nooit op. In de autocross wordt dus heel fel gevochten. Hetzelfde geldt ook voor de Divisie V, de productieauto's met voorwielaandrijving. Ook daar is de strijd heel heftig en waar er gevochten wordt, dan gaat het ook wel eens mis. En juist daarom is het zo belangrijk dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Een goede stoel, een juiste neckbrace en een hele goede rolkooi die voor 2014 aan nieuwe regels moet voldoen. Nou, 2014 moet er dus dit kruis in met de schetsplaten. De hoofdkooi dient 45 keer 2,5 te zijn. En als jouw punt van de voorkant naar de raamhoek meer dan 20 centimeter is, dan moet deze schoor erin. Dat zijn eigenlijk de hoofddelen die veranderd zijn voor dit jaar. En zo wordt er dus continu gezocht naar verbeteringen op het veiligheidsvlak. Tijd voor de finale in Divisie V, de voorwielaandrijvers met als snelste man in de voorrondes. Was het Peter Haagsma, start hier als tweede van rechts. Maar hij heeft niet de beste start hoor, want die gaat gewoon naar Maurits Schuurmans. Hier vooraan in beeld, in het geel, pakt hij dus de leiding. En daarachter is het duwen en trekken geblazen, let ook op de rode machine van Frans van der Vecht aan de buitenkant. En dat lijkt toch hier in die eerste bocht, zeker bij de start, de beste lijn te zijn. Heel veel auto's door die eerste bocht en heel weinig ruimte. En daar heeft Maurits Schuurmans helemaal geen last van. Hij heeft gewoon heel duidelijk die leiding in handen. Aan de buitenkant nog steeds Frans van der Vecht met de Renault Clio. En hij is in gevecht met Peter Haagsma. Stuurt de bocht heel strak aan en de twee raken elkaar. En het volgende beeld is duidelijk, want Haagsma valt uit. En daarmee is Mariska Verhees in één keer degene op de derde plek. De enige dame in het veld. Terwijl we op de vierde plek Wout Hesselink met de blauw-groene Opel hebben.
Andere Opel, de gele variant van Jamie van der Zandt, is dan vol ingevecht met Mike Emonds, die ons zojuist nog over de rolkooi wist uit te leggen. Jamie van der Zandt die voorlopig die vijfde plek vast weet te houden, maar dit is wel wat de divisie V zo leuk maakt. Hè? Overal in het veld, felle gevechten. Emonds valt dan langzaam maar zeker terug en dan gaat het gevecht om de vierde plek tussen Wout Hesselink, Jamie van der Zandt en de snel opgestoomde Tijmen Hendricks in het oranje. En die Hendricks heeft wat goed te maken, want bij de eerste wedstrijd in Pieterzijl werd hij gedisqualificeerd vanwege een valse start. Zit hier aan de binnenkant bij Van der Zandt en is er voorbij. Gaat dan gelijk naar Wout Hesselink toe. En die gunnen elkaar eigenlijk niet het licht in de ogen hoor in deze wedstrijd. Wout Hesselink op de vierde plek, Hendricks op vijf en raken elkaar dan voor de eerste keer. Maar dat is niet de laatste, want daar is er nog een keer contact. Verliezen ze alle twee snelheid en gaat Jamie van der Zandt zomaar weer terug naar plek vier. Maar vooraan in de wedstrijd weet Maurits Schuurmans zijn allereerste overwinning in het NK te pakken voor Frans van der Vecht en Mariska Verhees. Ik kwam in de finale, ik dacht ik kan nog kiezen. Ik dacht bak de buitenkant, dan kon ik er met volle snelheid erin, want het was toch wel een snelle bocht. En dan kon ik er het gas op houden. Ik dacht als ik als eerste de bocht uitkom, dan moet het vandaag kunnen. En zo is geschied. Dus ik vond het niet tegenvallen. Tijd voor de keverklasse dan, waarin met heel veel hetzelfde materiaal wordt gereden. Op de motoren vooral na dan. En dat betekent dat in deze ultra-competitieve klasse risico's genomen moeten worden om de finale te halen. Soms te veel. Tijd voor de grote finale bij de kevers. En helemaal aan de rechterkant is het de man die snelste was in de voorrondes, Arjan Stokkink. En hij heeft een uitstekende start. Naast hem is het regerend kampioen Jan-Paul Klaster. Aan de buitenkant komt de Belg Peter Timmermans. En die gaat Klaster voorbij en die komt dan in de verdrukking. Zit dan klem met Eelco Kruis in het rood. Gaan ze de tweede bocht in. En let op Klaster. 1 keer over de kop. 2 keer over de kop. En bij de 3e keer landt hij weer op zijn 4 wielen. En wordt de wedstrijd geneutraliseerd. Goed te zien hier hoe hij de binnenkant van de bocht de zandbank raakt. En dat zijn spectaculaire beelden. Gelukkig alles oké met Jan-Paul Klaster. Ook, ongelooflijk maar waar, met zijn auto. Want hij kan bij de herstart gewoon weer op de startgrid verschijnen. En dat geldt ook voor Marco Raben. Ondanks het feit dat het rechterachterwiel niet helemaal recht meer onder de kever staat. Wordt naar gekeken en wordt niet als onveilig beschouwd. Maar makkelijk zal het niet zijn voor Raben om de auto in het juiste spoor te houden. Tweede start dan van deze wedstrijd die over 10 ronden gaat. En opnieuw is het Arjan Stokkink die het beste weg is. Rechts in beeld neemt hij de leiding over. Het lijkt wel déjà vu vergeleken met de eerste start. Hetzelfde scenario. Alleen gaat het nu wel goed voor Jan-Paul Klaster. Wordt genoeg ruimte gegeven door onder andere Eelco Kruis. En dus is het aan de leiding. Arjan Stokkink, tweede plek voor Peter Timmermans. En de 3e plaats is er voor Jan-Paul Klaster. En de 4e plek gaat dan naar Rick Pasman. Hij profiteert van de ruimte die werd gegeven door Eelco Kruis. Sluit aan achter Klaster die in 1 keer voorbij gaat aan Timmermans hoor. En de Belg had hem totaal niet verwacht. Kan deze actie niet pareren en Klaster klimt naar de 2e plek in deze wedstrijd. Ongelooflijk als je bedenkt wat er eerder in de race al gebeurde. Vooraan nog steeds Arjan Stokkink. Heeft een aardige voorsprong. Het is ook wel duidelijk dat de baan steeds ruwer wordt. Maar de kevers kunnen er goed mee overweg. Wie er wel uitvalt is Rick Pasman. Hij heeft een motorbrand en lost dat dan op deze manier op. Slim gedaan, maar ligt wel uit de finale. Een wedstrijd die uiteindelijk gewonnen wordt door Arjan Stokkink, die voor het eerst sinds 2012 weer eens de beste is in de keverklasse. 2e finish Jan-Paul Klaster en 3e Peter Timmermans. Zometeen gaan we verder op het circuit van Veulen voor de 2e ronde van het NK Autocross. En zien we onder andere de spectaculaire finale van de superklasse. Graag tot zo! Het NK Autocross wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Promotex, promotionele producten en textiel, Ton van Leeuwen snijwerken en de Italiaanse Meren, camping en recreatiecentrum. Welkom terug bij RTL GP en welkom terug bij een zonovergoten circuit van Veulen voor de 2e ronde van het Nederlands kampioenschap Autocross. Voor de break zagen we een aantal hele spectaculaire klassen, maar er is niet zo spectaculair als de snelste klasse van de dag. De superklasse met auto's tot 700 pk, ultra licht en dat betekent dat ze een pk-gewichtsverhouding van bijna 1 op 1 hebben.
En topsnelheden van ver boven de 100 km per uur. En dat is indrukwekkend hoor, op een korte baan als Veulen. De eerste ronde van het kampioenschap werd verreden op het klei van Pieterzijl in Groningen. Nu zijn we dus aangekomen op het zand. De winnaar van die eerste race, Erik Ankersmit, met de nummer 39, is er ook weer bij hoor. Heeft de finale weer bereikt. Dus veel tijd, veel geld geïnvesteerd in deze auto. En laten we maar eens gaan luisteren naar Erik Ankersmit over zijn machine. Het is een vrij unieke motor. Het is een Suzuki Hayabusa. Die zijn er natuurlijk meer. Maar dit is van twee motorfietsmotors zeg maar, samengekoppeld. Naar één katter, één krukas toe. Dus het is een V8 geworden. Mooi en bijzonder. Ja, met zo'n sterke motor heb je ook een sterke versnellingsbak nodig. En dus is er een Porsche versnellingsbak met 4 versnellingen aan de motor gekoppeld. De theoretische max zal liggen rond de 175 km per uur. Het is echt gebouwd op versnellen en niet op topsnelheid. We rijden met de Reiger schokdempers. En daar zit eigenlijk een bijzonderheid in dat daar een cornercontrole op zit. En dat wil zeggen als je door de bocht heen gaat, dan maakt hij door een G-krachtsensor, zorgt hij ervoor dat het buitenste wiel zeg maar hard gemaakt wordt en dat de stabiliteit en de auto horizontaal op de baan blijft. Ja, dat is een servo, een stuurbekrachtiging, die is elektrisch. En die zorgt er eigenlijk voor, hè, vooral in het zand in de superklasse, heb je 4 wielen aangedreven. Dan krijg je enorme klappen op je wielen om door die gaten. En die stuurbekrachtiging die zorgt er eigenlijk voor dat je makkelijker stuurt en dat je polsen beter beschermd zijn. Dus aan de ene kant stuurt het makkelijk, maar aan de andere kant de klappen die erom komen zorgen ook dat je polsen heel blijven. Dus het is in dat geval een win-win situatie. En Erik Ankersmit start hier vanaf de linkerkant op de eerste rij naast hem Mike Bartelen. We hebben vandaag al eerder gezien in Veulen dat die linkerkant van de baan sneller is bij de start. Dus kijk of dat hier ook weer zo is. Heel goed weg is het Peter Versluis in het midden van de baan. Terwijl aan de buitenkant dus Ankersmit naar voren komt. Is goed op gang gekomen en via de buitenkant in die eerste bocht neemt hij de leiding over. Daarachter op de tweede plek Dennis Kuipers. Vierde plaats is het Peter Versluis. Die is voorbijgestoken door Gerrit Nap. Maar Nap had heel veel pech in Pieterzijl. Ook hier gaat het helemaal niet goed. Over de kop heeft het zand geraakt. De auto hapte en belandt uiteindelijk op zijn dak. Einde verhaal in deze wedstrijd en heel veel schade. Teleurstelling bij Gerrit Nap. Was een bizar moment. In één keer komt die auto in beeld. Rollend en wel. Maar gelukkig zonder lichamelijke schade voor Gerrit Nap. Wel weer een heel erg slecht resultaat. Betekent dat we een herstart gaan krijgen. Code rood situatie. Veld wordt weer opnieuw opgelijnd. En Erik Ankersmit vanaf die buitenste startplek is weer heel erg goed weg. Dat is toch iets wat we de hele dag in Veulen zagen. Dat die buitenste startplekken heel goed weg zijn. Gaat helemaal naar buiten. Maar dan komt daar in één keer weer Dennis Kuipers. Raak elkaar. Was geen ruimte. En Ankersmit over de kop. En ook uit de wedstrijd. Ook hier heel veel schade. En dit valt niet te repareren. Weer een code rood situatie en dus weer een herstart. In herhaling heel goed te zien hoe Ankersmit naar binnen stuurt. Dan komt Kuipers met een noodgang door de bocht. De twee raken elkaar. En dan heeft Ankersmit eigenlijk de meeste pech. Belandt op zijn neus en dus uit de wedstrijd. Na de tweede herstart is het Dennis Kuipers die de leiding heeft. Daarachter is het Peter Versluis, maar die krijgt dan een lekke band. Die heeft heel weinig snelheid. Kunnen Mike Bartelen en Willem Snijder er voorbij? Ja, veel pech dus voor Peter Versluis. Daarvoor gaat Mike Bartelen door. Valt hieraan voor de tweede plek in de wedstrijd. En gaat Willem Snijder aan de binnenkant voorbij. Knappe actie van Bartelen. Maar hij kan niets meer doen aan de leiding van Dennis Kuipers. En die gaat op weg naar een prachtige overwinning hier in Veulen. Wint dus de wedstrijd voor Mike Bartelen en Willem Snijder. En had dus helemaal niets te klagen. Ja, de eerste bocht ging goed. Ik kwam er mooi in. Ik heb verder eigenlijk continu goed de snelheid erin gehouden. De baan lag er ook voor. En proberen gewoon goed de gap dicht te houden. En een beetje snelheid, ook goed de bocht in en goed uit te komen. En gaan we door met de divisie A. De productieauto's allemaal achterwiel aangedreven. Startnummers in de 900. En er is een ongelofelijke valse start van Siebe Leeuw. Hij gaat hier naar de leiding. Maar weet eigenlijk dan al wel dat hij gedisqualificeerd gaat worden. Daarachter in het blauw is het Frank Groot-Bretelaar aan de buitenkant. Hij zit Itzinga in het wit. En daar aan de binnenkant Toon van Steenhoven. Die gaat Itzinga voorbij. Die komt een klein beetje in de verdrukking. Vooraan dus Siebe Leeuw.
Ja, die weet eigenlijk al dat zijn wedstrijd een kansloze affaire wordt. Frank Groot-Breteler op die tweede plek met de blauwe Toyota MR2. Daarachter het gevecht tussen Itzinga en in het rood-wit Toon van Steenhoven. Ja, terwijl Itzinga terugvalt, voelt zich totaal niet thuis hier in het zand in Veulen. Aan de binnenkant daar Toon van Steenhoven voorbij aan Frank Groot-Breteler. En gaat dan koers zetten richting Siebeleeuw. En die is ook niet snel genoeg om die leiding vast te houden. Toon van Steenhoven die dus de wedstrijd wint voor John Lantinga met een hele sterke slotfase. En derde Frank Groot-Breteler, geen Siebeleeuw, want die werd natuurlijk gedisqualificeerd. En dus is het woord aan Toon van Steenhoven. Het ging fantastisch. Ik heb de hele dag met dezelfde banden, alles hetzelfde gereden. Hij was goed de auto en hij deed het gewoon. Start van de sprint 1600 klasse met een uitstekende start voor Sjors Bouwman. Hij neemt de leiding hier voor Maarten Klosters, die op de tweede plek ligt met de donkerrode sprinter. De felrode sprinter is die van Ed van Asten. Die neemt daar de derde plek over van Rens van der Haas. Derde en vierde plek natuurlijk nog steeds achter Sjors Bouwman. Een naam die we niet zo heel vaak voorin zien. En die blijft ook niet voorin, want valt hier uit. Maarten Klosters zit dan klem. Leek even via de buitenlijn een hele snelle bocht te gaan rijden. Maar zette daarmee de deur vol open voor Ed van Asten. Die pakt de leiding voor Rens van der Haas. En wint dan ook. Van der Haas dus tweede en Edwin Tolkamp finisht als derde. Een extra mooie overwinning voor Ed van Asten, want voor hem is dit een thuiszegen. Bouwman viel uit, geloof ik een valse start, nam Klosters mee. Kon ik eerst plek overnemen. Ik hoorde wel van achter hete lucht van Rens van der Haas. Maar ik heb toch voor kunnen blijven en is dat goed afgelopen, voor eigen publiek. En het publiek kreeg nog wel iets heel moois te zien door beide juniorenklassen. De klasse voor jong talent tot 18 jaar. En dan komt talent zeker bovendrijven. Geweldige start voor Vince Vervoort. Moest helemaal achteraan starten en is hier de meest linker auto in beeld. Geweldige start voor hem. Gaat naar buiten, maar ziet dan aan de binnenkant in één keer een gat ontstaan. Daar duikt hij in. Schiet dan naar buiten. Heeft dan de snellere lijn ten opzichte van de auto's vooraan. En gaat zomaar aan de leiding. Geweldig gedaan van de coureur die vorig jaar nog tweede werd in de juniorenklasse. Tweede plek in de wedstrijd nu Falco van der Vecht in het wit-blauw. En de derde plek in het rood is het Richard Huisman. En let ook op Erik Pijnenburg. In het lichtgroen gaat hij beginnen aan een opmars. En de opmars is er al zeker voor Vince Vervoort. Geweldige wedstrijd voor hem. Maar daar is Pijnenburg aan de binnenkant. Voorbij aan Falco van der Vecht. Beetje duw- en trekwerk. Maar de derde plek is wel een feit. Even later wordt ook Richard Huisman voorbij gestoken. Maar het gebeurt allemaal ver achter Vince Vervoort. Ja, ik dacht, nou is alles of niks. En ik ging op de eerste bocht aan. Ik dacht buitenom, en dat was de ideale lijn daar. En ik ga vol buitenom en ik kwam de bocht uit en ik lag op pole position. En ja, daar was ik blij mee. Dus daar heb ik nog ja, heel de finale mooie plek in kunnen rijden. En gewoon zo de finish kunnen rijden. En tot zover de tweede ronde van het Autocross Kampioenschap in Veulen. Volgende week zijn we hier op RTL GP terug. Maar dan met de Supercar Challenge powered by Pirelli op Spa-Francorchamps. Tot dan! Het NK Autocross wordt mede mogelijk gemaakt door Pirelli, Promotex, promotionele producten en textiel, Ton van Leeuwen snijwerken en de Italiaanse meren, camping en recreatiecentrum.